Welkom bij de examentraining Reageren op prikkels. Een prikkel is informatie uit de omgeving. Informatie, in dit geval geluid, komt bij een zintuig. Dat zintuig zet hij om in een bericht voor je hersenen. De informatie uit de omgeving is een prikkel en een zintuig zet een prikkel om in een impuls. Een prikkel kan hard zijn, kan zacht zijn. Wanneer een prikkel te zacht is, bijvoorbeeld mensen die op 100 meter staan te fluisteren, dan ontstaat er geen impuls. De prikkel komt namelijk niet boven de drempelwaarde uit. Pas wanneer de prikkel groot genoeg is en ik kom boven de drempelwaarde, ontstaat er een impuls. Zo is één kristalletje suiker in de thee niet voldoende, maar veel kristalletjes die komen boven de drempelwaarde en die proef je. Wanneer je 's ochtends de kleren aandoet of wanneer je net in de zon ligt, dan voel je dat. Maar wanneer je de jas al een tijdje aan hebt of wanneer je een poosje in de zon legt, voel je dat niet meer. Er treedt dus gewenning op. Als we kijken naar je tong als het smaakzintuig, dan heeft hij een aantal gebieden, een aantal smaakgebieden. Voorin proef je zoet, daarachter proef je zout. Dan proef je zuur en achterin proef je bitter. Dat zijn de vier smaken die je kunt proeven. Of nou het verschil tussen honing en tussen stroop, dat kun je niet proeven. Maar daarbij gebruik je je neus. Dus je neus en je tong werken samen. Hier is je tong. En de gele bolletjes zijn de smaakzintuigjes. En uitvergroot zien er zo uit. En in die smaakzintuigjes wordt de prikkel omgezet in een impuls. Je ogen zijn een heel belangrijke zintuig. En die zitten goed beschermd in je schedel. Je ziet de traanklieren die de ogen vochtig houden. En de traanbuizen waarin dit vocht weer opgevangen wordt. De onderdelen die je ziet zijn de pupil en de iris. Je ziet het oog hier met spieren vastzitten zodat je oog kan bewegen en ook de schedel beschermt je oog. De onderdelen van het oog moet je uit je hoofd kennen. En wanneer je deze tekening oefent, net zolang tot je hem zonder hulp kunt maken, dan ken je die onderdelen goed uit je hoofd. De buitenkant, het witte, is het harde oogvlies. De laag daarbinnen is het vaatvlies. Daarin zitten de bloedvaten die voedingsstoffen en zuurstof brengen naar je oog. Dan krijg je de eigenlijke laag met de zintuigen, dat is het netvlies. Het harde oogvlies loopt door en wordt doorzichtig en heet daarom anders, dat is het hoornvlies. Dat zit op de plek van de pupil en van de iris. Over de iris gesproken, het vaatvlies loopt ook door en dat is de iris die geeft de kleur aan je oog. De pupil is eigenlijk geen onderdeel, want het is een gat in het vaatvlies. Dus een gat in de iris, waardoor je naar binnen kijkt. Doordat het donker is, lijkt het of die zwart is. Achter de pupil heb je de lens zitten. De oogspieren, die zorgen dat je je oog kunt bewegen. Dan zit hier de oogzenuw vast. En op de plek van de oogzenuw, daar zitten geen zintuigen. De meeste zintuigjes heb je recht achter de pupil. Dat is de gele vlek. Daar zitten de meeste staafjes. En de blinde vlek is waar geen zintuigcellen zitten. Dat is op de plek waar de oogzenuw aan het netvlies zit. Dan blijft het oog openstaan door een bol met shellachtig lichaam. Het glasachtig lichaam, shellachtige laag. Hier zie je onder het bruine het netvlies met daarin de gele vlek. Je ziet de zintuigcellen, de paarse, dat zijn de kegeltjes, daarmee kun je kleuren zien. En de staafjes waarmee je geen kleuren ziet, maar die doen het wel als er minder licht is, terwijl de kegeltjes meer licht nodig hebben. Je ziet ook dat de uitlopers van de zenuwcellen nog een keer door het netvlies heen gaan. En daar kun je zien dus dat er geen zintuigcellen op die plek zitten. De gele vlek. Je ogen maken een beeld op het netvlies door het buigen van het licht in het hoornvlies en in de lens.
en daardoor ontstaat een kleiner beeld op zijn kop, gespiegeld op het netvlies. Hier zie je de pupil en je ziet dat hij hier vrij klein is. Dat betekent dat de kringspiertjes van de pupil zijn samengespannen. Die zorgen ervoor dat de pupil klein is. Dat is als je in een omgeving met fel licht bent. Ben je in een donkere omgeving, dan passen de pupillen zich aan. De lengtespiertjes trekken samen en de kringspieren ontspannen. En daardoor wordt de pupil groter en komt er meer licht in het oog. Iets vergelijkbaars, maar net iets anders, gebeurt er met de lens. De lens heeft een kringspier en die is hier ontspannen, dus is de opening groot. En je ziet dat de lens vastzit met lensbandjes, dus niet met spiertjes, maar met bandjes die niet korter of langer kunnen worden. En daarmee trek je de lens plat. Dat doe je als je naar iets kijkt dat ver weg is. Als je naar iets gaat kijken wat dichterbij is, dan trek je de kringspier samen. De opening wordt kleiner en de spier wordt dikker en de lensbandjes ontspannen zich. De lens neemt dan weer zijn bolle vorm aan. Tenminste, als je jong genoeg bent. Als je oud bent, gebeurt dat niet meer en moet je een bril hebben om dat te corrigeren. Je bent dan oudziend. Hier zie je de lens en je kijkt naar iets dat ver weg is. Wanneer je naar iets kijkt dat dichterbij is, dan gaat het beeld achter het netvlies vallen. Dat corrigeer je door de vorm van je lens aan te passen en dan kijk je weer, valt het beeld weer op het netvlies. Ook de onderdelen van het oor moet je kennen. En als je de tekening van het oor ook weer kunt maken en de onderdelen benoemen, ken je alle onderdelen. Je ziet nog niet, denk ik, dat er een oor gaat ontstaan. Maar nu ga je al wat zien en nu zeker. Dit is de oorschelp. Die dient voor het opvangen van de trillingen en die door te geven richting de gehoorgang. Dat is de opening hier. De oorsmeerkliertjes zorgen dat het trommelvlies dat erachter zit soepel blijft. Dit is dus het trommelvlies. Dat gaat meetrillen als er een prikkel, dus de golfbeweging van de lucht aankomt. Die geeft hij door aan het eerste gehoorbeentje en dat is de hamer. De hamer geeft die trilling door aan het tweede gehoorbeeldje, het aanbeeld. Die het op zijn beurt weer doorgeeft aan het derde onderdeeltje, de stijgbeugel. En de stijgbeugel geeft de trilling door aan het slakkenhuis. En in het slakkenhuis wordt de trilling omgezet in een impuls. Het slakkenhuis is dus het eigenlijke zintuig. Dit is de trommelholte, de ruimte waarin de gehoorbeentjes trillen. En dit is de buis van Eustachius. Die vormt een verbinding tussen je keelholte en je middenoor. De trommelholte. En dat zorgt ervoor als je in een vliegtuig zit en je gaat omhoog of omlaag of je gaat duiken, dat je de druk tussen binnen en buiten gelijk kunt houden. De buis van Eustachius. Dit is de gehoorzenuw en die brengt de impuls tenslotte naar je hersenen. En daarmee hebben we het onderdeel zintuigen afgesloten van het reageren op prikkels. Hoe prikkels impulsen worden. Maar hoe gaan de impulsen verder door je lichaam, bekijken we nu. Hier zie je een afbeelding van het zenuwstelsel. En het bestaat uit de hersenen, uit het ruggenmerg en uit de zenuwen. Er is nog een onderverdeling, de hersenen en het ruggenmerg, die heten het centrale zenuwstelsel en de rest het perifere zenuwstelsel. Dit is het centrale en de rest is perifeer, dus je zenuwen. In die zenuwen lopen zenuwcellen. Je hebt een aantal zenuwcellen. Links heb je een gevoelszenuw. Een gevoelszenuw zit vast aan een zintuig. Rechts heb je een bewegingszenuwcel. En een bewegingszenuwcel die zit vast aan een spier. En je hebt een schakelzenuwcel. Die hebben wel min of meer dezelfde onderdelen. Allemaal hebben ze een cellichaam. Logisch. En in die cel zit, ook weer net zo logisch, een celkern. Maar de vorm van de uitlopers, die verschilt. Verschillende van die zenuwcellen samen
vormen een zenuw. Hier zie je zo'n zenuw. En dat kan er een zijn die een gevoelszenuw is. Dus alle zenuwcellen die daarin zitten, die brengen een impuls naar de hersenen toe. Maar het kan ook een gevoelszenuw zijn, een bewegingszenuw of een gemengde zenuw. Bij een bewegingszenuw brengen ze de impuls naar de spieren en bij een gemengde zenuw gaan de signalen, de impulsen, zowel naar de hersenen als naar de spieren. Een aantal van de onderdelen van de hersenen moet je uit je hoofd kennen. De grote hersenen. En het buitenste gedeelte van die grote hersenen heeft nog een aparte naam. Dat is de hersenschors. Dan heb je hier nog de kleine hersenen. Die zorgen voor de coördinatie tussen bewegingen. Dan heb je hier de hersenstam. Waar heel veel automatische dingen gebeuren. Zoals de temperatuurregelingen, het ademen, het verteren van je voedsel. En een onderdeel dat eigenlijk niet bij de hersenen hoort, maar wel bij het centrale zenuwstelsel. Dat is het ruggenmerg. We gaan eens kijken wat er gebeurt als er een prikkel aankomt bij een zintuig. Dat zintuig maakt er een impuls van en die impuls gaat via een gevoelszenuwcel. In het ruggenmerg, dus bij je ruggengraat, wordt die impuls doorgegeven aan een schakelzenuwcel. Dus van een gevoelszenuwcel naar een schakelzenuwcel. En dan komt die aan bij de hersenen. Pas dan pas word je bewust dat je iets waarneemt. En zou je kunnen gaan reageren. Hoe dat gaat, zie je hier. Je staat onder de douche en de douche is te koud. Het koude water is een prikkel. Die prikkel komt aan bij een zintuig. Het zintuig maakt er een impuls van. Via een gevoelszenuw gaat de impuls richting je ruggenmerg. In je ruggenmerg wordt die impuls doorgegeven aan een schakelzenuwcel. Dan neem je een beslissing om de kraan wat warmer te draaien. Die beslissing, die impuls gaat via een schakelzenuwcel, wordt daar overgegeven aan een bewegingszenuwcel. En dan komt de impuls bij een spier en draai je de kraan open. Het kan ook wel eens gebeuren dat er iets ernstigs aan de hand is. Bijvoorbeeld, je brandt je vinger. Dan is zo'n lange weg via de hersenen wat ingewikkeld en nadelig. En moet je eigenlijk heel snel reageren om schade te voorkomen. Om dat te doen is een reflex. Bij een reflex komt er een prikkel aan bij een zintuig. Die maakt er een impuls van, net zoals net. Die wordt ook doorgegeven aan een schakelzenuw. Maar die schakelzenuwcel geeft de impuls ook gelijk door aan een bewegingszenuwcel. En je trekt je vinger terug, nog voordat je bedacht hebt wat er aan de hand is. Nadien komt natuurlijk ook de impuls aan bij je hersenen, maar dan heb je al gereageerd. En met die reflex zijn we aan het einde gekomen van het zenuwstelsel. We kijken nog eventjes naar het verschil tussen het zenuwstelsel en het hormoonstelsel. Net zoals de boot langzamer is dan de auto en langer aanhoudt, zo is ook het zenuwstelsel voor het reageren van hele snelle reacties die kort duren en het hormoonstelsel voor reacties als het niet zo snel hoeft te gaan, maar langer door kan gaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van de Reageren op Prikkels Biocast. Veel succes met studeren en tot de volgende keer. Hopelijk niet, want dan heb je je examen gehaald.